Hallo allemaal, we zijn in Capelle. Wij zijn het mediateam van Capelle en we gaan een verslag maken over... wat kinderen vinden van Capelle. Welkom bij de kinderconferentie. Meer speeltuin nemen wij, want dat is nog niet bereid. Meer veiligheid op straat, connect ons voor goede raad. Welkom allemaal! Wie vindt hier in de zaal trouwens dat er meer naar kinderen geluisterd zou moeten worden? Wow. De bedoeling is dat aan het einde van deze dag jullie tegen mij gaan vertellen wat er niet goed is in Capelle. Meer verlichting op de straten, we kunnen het echt niet laten. Wat vind je leuk aan dit? Dat we kunnen leren van onszelf, van andere kinderen. Wat zijn jullie nu aan het doen? We zijn aan het breakdance en meerdere oefeningen. En hoe gaat het tot nu toe? Heel goed. Wat kunnen beter in Capelle? Dat er eigenlijk meer kinderen, bijvoorbeeld de vluchtelingen die net komen, worden dan vaak gepest. En dat wil ik dat stopt, want het is niet leuk voor de kinderen die nieuw in ons land komen. En wat vind jij dat kan veranderen in Capelle? Er moet minder vuil op de grond komen en er moeten meer buitenspeelplaatsen zijn voor kinderen in Capelle. En waarom meer zwembaden? Omdat je best wel ver moet rijden voor een zwembad. Hulk! Hulk, 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 Hulk. We komen vandaag breakdansen. Je kon spelletjes spelen volgens mij. Ik heb toneel gespeeld. Wij hebben de workshop communicatie gedaan. En moesten we voor een naam gaan bedenken voor een zwembad dat hij in een nieuwe Capelle komt. Ik vind ze geweldig. Ik leer heel veel. Wat ik goed vind in Capelle, dat is dat ik zo ontzettend veel leuke jonge mensen heb. Kinderen en ook jongeren die mee willen denken om Capelle mooier, schoner en veiliger te maken. Heel graag hier wil zeggen, dat spreepark wordt volgend jaar geopend. Dat komt aan de IJssel. En we noemen het natuurlijk Watervallei, wat jullie hebben bedacht. En een enorm applaus voor jullie zelf.